Wat zou een ondernemerscoach voor jou kunnen betekenen? Ja, ik denk heel veel. En ik ben Timo Sonius en ik ben eigenlijk ondernemerscoach. Ik ben al meer dan 15 jaar aan het ondernemen. Ik heb meerdere bedrijven opgezet. Ik weet hoe het is en ik weet ook hoe frustrerend het kan zijn om je bedrijf gewoon niet optimaal draaiend te krijgen. Omzet die tegenvalt, leuke klanten die je eigenlijk missen. Je hebt allemaal van die klanten die zeuren. Je weet niet zo goed waar je naartoe gaat. En eigenlijk elke dag ben je bezig aan je bedrijf. Je bent druk met je bedrijf. Maar er komt maar geen progressie. Er komt maar geen vooruitgang. Je hebt maar niet het idee dat je denkt, oh nou, en eindelijk krijg ik nu het bedrijf, ja, wat ik eigenlijk in mijn hoofd altijd had voorgesteld. Waarom duurt het zo lang? Waarom blijft het zo lang uit? Ja, ik denk dan dat een ondernemerscoach, zoals ik, je heel goed kan helpen. Veel ondernemers weten dat ze meer in zich hebben, dat ze meer kunnen. Ze hebben ook vaak wel een beeld bij het bedrijf wat ze graag zouden willen hebben. Van nou, mijn bedrijf zou echt geweldig zijn, dan zou mijn droom waar worden als ik in meerdere landen zou zitten. Als ik een bedrijfspand heb met 4 bedrijfsbussen, als ik 10 mensen voor me heb werken, als ik 1 miljoen omzet draai. Elke ondernemer die ik ken, die ik spreek, die heeft dan een bepaald toekomstbeeld, een bepaalde visie bij hoe ze hun onderneming graag zouden willen zien. Toen ze eigenlijk gingen starten met een bedrijf, dachten van nou, als ik dan een onderneming ga starten, dan hoop ik toch wel op termijn dat en dat te bereiken. En het jammer is, en dat zie ik echt bij het gros van de ondernemers, dat eigenlijk dat doel behalen vervaagt. Het zit ergens nog wel in het hoofd van oh ja, dat wil ik nog wel een keer, maar eigenlijk vervaagt het doel omdat je druk bent als ondernemer met het dagelijkse werk. Je begint, je moet je werk doen, je hebt klanten te bellen, je hebt je personeel misschien tevreden te houden, je hebt leveranciers te bellen, je moet de administratie misschien bijhouden, je moet misschien een marketingactie bedenken, je moet misschien in het magazijn werken of helpen. Sommige ondernemers runnen hun hele bedrijf. Die zijn zowel de verkoper als de administrateur, als de marketingafdeling, als hè, dat. Maar je hebt ook ondernemers die meerdere mensen in dienst hebben. Maar eigenlijk, of je nou meer mensen in dienst hebt of dat je het alleen doet, maakt het niet uit. Vaak ben je zo ontzettend druk met de dagelijkse werkzaamheden, dat dat doel wat je ooit voor ogen had zo vaag is geworden, eigenlijk op zo'n zijspoor staat, dat je er niet meer aan toe komt. Ja, ik denk dat is zonde. Waarom zou je een onderneming starten? Waarom zou je mooie dromen hebben om vervolgens eigenlijk, ja, medewerker te worden in je eigen bedrijf? Om alleen maar bezig te zijn met de werkzaamheden. En dat moet ook wel gebeuren, dat begrijp ik. Maar hoe kan het zo zijn dat je in die sleur zit? Ja, eigenlijk is dat heel simpel. Omdat je bedrijf moet draaien. Je denkt, je klanten moeten geleverd hebben, je rekeningen moeten betaald worden. Je wil een beetje reclame maken misschien. Je wil misschien zorgen voor wat mensen waarmee je samenwerkt. En dan is de week alweer vol, hè? Dan is de dag alweer om. Dan is de maand alweer voorbij. En dan ben je blij, en als ik vanuit mijn eigen ervaring spreek, ik was blij dat als een dag was afgelopen, dat ik dacht zo, oh, ik ga naar huis. Ik ga op de bank zitten, ik bestel wat te eten, of ik gooi een pizzaatje erin en ik ga even niks doen. En ik denk dat we allemaal die momenten wel kennen. En of je nou voor een werkgever werkt of dat je nu voor jezelf werkt, ik denk dat we allemaal wel die momenten kennen dat je denkt, ik ben op, ik ga helemaal niks meer doen. En die droom en dat doel wat je eigenlijk voor je had met een eigen bedrijf, ja, dat is er wel. En als iemand erom vraagt, dan durf je het ook wel te zeggen misschien. Maar eigenlijk gebeurt er niks mee, want de dag daarna is hetzelfde en de week erop is hetzelfde. En voor je het weet, is er weer een jaar voorbij. En misschien heb je dat t-shirt wel eens van me gezien waarop staat, ooit op een dag bestaat niet. Ook daaraan gerelateerd. Als je het niet gaat plannen, gaat het niet gebeuren. Als je het gaat hopen, ja, weet je, misschien ken je die uitspraak wel. Hopen doen ze op het kerkhof. Snap je? Er gebeurt niks. En dat geldt ook nu voor jou. Als je ondernemer bent, als je een eigen bedrijf hebt, of je wil het gaan starten, of misschien overnemen van iemand.
die doelen die je hebt, die dromen die je hebt, waarvan je denkt, ja maar Timo, dit wil ik gewoon heel graag. Dit zou echt perfect zijn. Of hiermee kan ik mijn rekeningen betalen. Of hiermee kan ik mijn familie helpen. Of hiermee kan ik een schuld inlossen die als een last op mijn schouders ligt. Omdat ik al jarenlang eigenlijk in de schulden zit en ik kom er maar niet uit. Ik ben het ene gat met het andere gat aan het vullen. En dan snap ik dat. Ik snap dat je daarmee zit. En ik snap ook dat je daar verandering in wil. En ik snap ook dat je denkt, ja ik weet niet waar ik moet beginnen. En weet je wat dan fijn is? Weet je wat dan fijn is? Iemand die met je meekijkt. Iemand die je helpt. En voordat je nu denkt, ja, die coaches, ik heb er allemaal niks mee. Laat ik het even heel simpel houden. Als jij een lekkere taart wil bakken en jij bent geen held in de keuken. Doe je het dan op de gok? Ga je dan de ingrediënten in de supermarkt halen die iedereen kan kopen? Ga je dan naar huis? Pak je dan een bakblik, zet je de oven aan, wat iedereen kan en iedereen mag. En ga je dan maar wat doen? Ga je dan maar die appeltjes snijden en een deegje maken en dan maar in een bak proppen? En ga je dan maar wat doen? Of ben je dan zo bij de hand dat je denkt, hey, pak even mijn telefoon. Recept, appeltaart. Ah, appeltaart receptje. Handig. Ga je dat doen? Ik denk het laatste toch? Als je geen appeltaart kan bakken, of überhaupt een taart kan bakken, dan ga je toch niet op de gok een taart bakken? Ook al kan je alle ingrediënten kopen. Iedereen kan de ingrediënten voor een taart kopen. Maar dat wil niet zeggen dat ze een taart kunnen bakken. En ik wil nou niet jou denigrerend aanspreken. Ik wil nou niet respectloos tegen je praten. Maar wat ik wil ophelderen is, wat je niet weet, dat weet je niet. Dus als je niet weet hoe je die taart moet bakken, maar je wil wel heel graag die taart. Je denkt, oh lekker, ik heb zin in een taart, lekker appeltaartje, lekker slagroom. Daar heb ik zin in. He, jouw doel, jouw droom, je hebt daar zin in, dat wil je. Alleen het recept voor die taart heb je niet. Dus de juiste skillset om ook jouw doel binnen acceptabele termijn te halen, die heb je op dit moment niet. Dan kan je twee dingen doen, hè. Dan kan je of stug blijven, eigenwijs blijven en zeggen, joh, ik red het wel en ik zoek het zelf wel uit. Hé, hey, mijn zegen heb je. Of, ja, je bent slim en je denkt, weet je wat, ik pak even een receptie. Ik heb een recept nodig voor mijn bedrijf. Ik heb een formule nodig voor mijn bedrijf. Ik moet weten hoe ik mijn business moet runnen. Ik moet weten welke ingrediënten heb ik nodig. Ik moet weten hoe lang het in de oven moet. En ik moet weten wat de uitkomst is. Meer is het niet. Snap je? Je hebt soms een recept nodig. Soms heb je gewoon een goede formule nodig. Soms heb je gewoon een lekker recept nodig. En dat is het enige. En dat is met gerechten zo. Maar dat is met een bedrijf zo. Dat is ook als je buiten aan het werk bent zo. He, als jij grondlegger bent en je moet kabels leggen in de grond. Ik weet niet of dat grondlegger is, maar dat maakt niet uit. En je moet kabels door de grond leggen en die moet jij aansluiten op een kast die daar staat. Of een verdeelpunt, of het is elektra of data. Dan kan je toch ook niet denken, hey, wat leuk, een kabeltje met allemaal kleurtjes eraan. Nou, weet je wat, die draai ik allemaal zo bij elkaar en die douw ik wel ergens in. Nee, dat werkt niet. En dan zeggen ze, hey, ik weet niet wat je daar hebt gedaan net onder de grond, maar het apparaat zegt hier dat hij niet verbonden is. Dat werkt niet. Dus ook daarvoor geldt, je hebt een formule nodig, je hebt een recept nodig, je moet weten hoe het gaat. Meer is het niet. Autorijden kan je niet uit een boekje, toch? Je kan toch niet denken, nou, ik ga een boekje lezen en daarna ga ik autorijden. Ah, ik kan gevaar wel inschatten op basis van hoofdstuk 3, want daarin wordt gevaar uitgelegd. Nee, natuurlijk niet. Natuurlijk niet. En ik weet dat het niet leuk is om te horen. Ik weet dat het niet leuk is om te horen van, misschien moet je even wat informatie opzoeken. Misschien moet je even wat advies inwinnen. Ik vergelijk het vaak bij ondernemers. Daarom probeer ik het altijd heel voorzichtig te brengen en heel erg goed uit te leggen wat ik nou bedoel. Daarom vergelijk ik het ook vaak met, als je kinderen hebt, dat je kritiek geeft over iemands opvoeding. Hey, je brengt je kinderen groot op jouw manier, daar ben je trots op. Of daar sta je in ieder geval achter. Of je denkt, op mijn manier doe ik mijn best. En iemand zegt dan, echt waar, straf jij zo je kinderen? Of echt, geef jij ze 's avonds om die tijd nog eten? Of echt waar, poets jij de tanden in de keuken? Weet je, van die opmerkingen dat je denkt, wat kom je nou in mijn zone? Snap je? En dat is het met dit vaak ook.
Veel ondernemers hebben de behoefte, want elke keer als ik een ondernemer spreek of iemand stuurt mij een berichtje op Insta of wat dan ook, of een mailtje, dan voel ik de behoefte. Heel erg zoekend van, nou, ik wil dit, maar wat heb ik nou nodig? Ja, dit heb je nodig, een goed recept. Meer is het niet. Alleen waar het dan vaak mee valt of staat, is de inzet. Dat is de inzet. Dus op het moment dat je denkt, ja, ik kan dat wel en ik pak het wel, dan is het eigenlijk als een boek. Een boek lezen. Misschien heb je wel eens een boek gekocht, dat je denkt, oh leuk, ik ga een boek kopen. Oh, een boek, oh leuk, leuke koffer. Oh, achterkant, oh leuk, achter dit boek ga ik lezen. Nou, dat boek neem je mee naar huis, je slaat eerst de bladzijde open. Poeh, ik ga eerst eens even een drankje pakken. Nog een bladzijde, poeh, ik heb ook wel zin in een snackje. Nou, snackje erbij. Nou, 2 pagina's gelezen. Hop, boeken leggen erin. Dicht en neerleggen. Op de bank, op de tafel. En met een paar dagen, met een paar weken verplaatst hij van de tafel naar de kast. En voor je het weet staat hij in de kast. Voor je het weet ligt hij op de kast. En voor je het weet gaat het boek in een doos naar zolder met... Ja, dat lezen we bijna nooit. Snap je? Een boek lezen, dat een bepaalde generatie... Ben ik van overtuigd, een bepaalde generatie is gekke boeken lezen. Maar met de tijden, met de generaties verandert dat. Dus... Dat is hetzelfde met dit. Ik kan jou de formule geven. Ik kan zeggen, kijk eens hier. Dit heb je nodig voor je bedrijf. 80% dek ik hiermee direct af. Met 1 simpele werkwijze. En die andere 20%, ja, dat moet je een beetje zelf uitdokteren en bijsturen. En er staat misschien in, als een klant een winkel binnenkomt, terwijl jij geen winkel hebt, ja, dan snap je wel dat dat voor jou niet relevant is. Dan moet dat misschien zijn als iemand je kantoor binnenkomt. Of misschien moet het zijn als jij bij iemand anders op de koffie gaat. Snap je? Dat bedoel ik met, het is niet 100% dekkend. Maar ik kan je 80% op een briefje meegeven. Zo werkt het. Alleen, je moet het ook doen. En dat is precies waar coaching heel goed van pas komt. Coaching zorgt er namelijk voor dat we allebei betrokken zijn. Allebei. Mijn hoofdfocus is om jouw doel te bereiken. En jouw hoofdfocus is om je bedrijf open te houden. Zoals je nu ook doet. Maar daarnaast... He, want dat blijft je hoofddoel. Daarnaast krijg je dus een zijspoortje met mij. Om te zorgen dat we ook je doelen gaan behalen. Zoals je ooit had voorgesteld. Snap je? En dat is denk ik win-win. En dat hoeft niet elke dag. Dat hoeft niet elke 5 minuten. Dat hoeft niet in de hoogste snelheid. Dat kan gewoon rustig aan. Op zijn gemak. Zodat jij je werk kan blijven doen. Maar dat je ergens weet. Hey, op dat zijspoor ben ik dus gewoon aan het werk aan mijn doelen. Soms als ik op vrijdagmiddag er klaar mee ben. Of soms als ik op zaterdagmiddag niet werk. Moet ik toch even met Timo kijken naar mijn grote doelen. Moet ik toch even met Timo zorgen dat we de dingen gaan doen die we hebben afgesproken. Zodat ik dichter bij mijn doel kom. Snap je? Je hebt de ingrediënten. Eigenlijk heb je alleen mij nodig om te zeggen, snijd maar in stukjes en in plakjes of in blokjes. Zet de oven maar op 220 graden in plaats van 190 graden. Zet hem maar op 30 minuten als je hem in de oven schuift in plaats van op 3 uur. Snap je? Meer is het niet. Je hebt het gros van de skills heb je in huis. Alleen soms moet je of even een herinnering hebben met, joh, zo werkt het, hè? Oh ja. Of soms heb je gewoon wat info nodig. Aardappels, of appels en rozijnen. Oh, rozijnen. Stom, ik was de rozijnen vergeten. Kan iedereen gebeuren. Snap je? Coaching, 1-op-1, is in mijn beleving iets wat ik zelf altijd heb gemist. Ik bied het nu aan. En ik bied het aan precies zoals ik nu ben. Zoals ik nu tegen je praat, zoals ik in mijn video's praat, zoals ik in mijn podcast te horen ben. Dat ben ik. Simpel, vind ik. Simpel, eenvoud. Doelen stellen. Samen de handen vies maken om die doelen te behalen. Want ik ben niet de type coach, en daar heb je er volgens mij ontzettend veel van, die jou, met alle respect voor die andere coaches, maar die jou een zweverig mooi plan gaat voorhouden met, kijk eens, mooie doelen, inzet, power heb je nodig. Je moet doelen zetten en dan moet je aan je doelen gaan werken. Dat heeft geen zin. Hè? Henry Ford, die ontwikkelde de auto en dat ben ik niet. Ik ga er niet quotes op noemen.
Ik ga niet zeggen, nou, hier heb je een to-do-boekje en zoek het maar uit. Nee. Als jij zegt, joh Timo, ik breng elke maand 10, 20 offertes uit en ik heb geen tijd om ze na te bellen, dan ga ik ze voor je nabellen. Snap je? Dat bedoel ik met de handen vies maken. Als jij zegt, Timo, ik heb gewoon geen fatsoenlijke brochure, dan kan ik wel tegen jou zeggen, nou, dan gaan we nu een vormgever zoeken voor de volle prijs en dan gaan we die inhuren en hopen dat die een mooie brochure maakt. Nee, want jij bent druk met jouw bedrijf. En ik zorg ervoor dat we dat doel gaan behalen. Dus dan zeg ik, oké, kom maar hier. Wat hebben we nodig in die brochure? Dit, dit, dit en dit en dit. Ik zorg ervoor dat binnen no time die brochure op je bureau ligt en dat je kan kijken, wat vind ik ervan? Dat bedoel ik met de handen vies maken. Niet alleen maar adviseren. Niet alleen maar zeggen wat jij moet doen. Samen doen. Dat is in mijn optiek coaching. Coaching is samen doen. Coaching is niet iemand vertellen wat hij moet doen. Dat is geen coaching. Dat is gewoon, dat is een opdrachtgever. Ik weet niet wat het is. Coaching is samen doen. Ik geloof erin dat je het samen moet doen. En daarom heb ik het ook hier aangeboden. En ik heb eigenlijk 3 pakketten. 4 eigenlijk een beetje. Ik heb de 3 basispakketten. Dat is een 6 maanden of een 6 weken samenwerking. Ik heb er een van een 6 maanden samenwerking. En ik heb er een met 12 maanden samenwerking. Heel simpel. Heel duidelijk. Die 6 weken is echt eventjes om je op de rit te krijgen, om te starten, om te zeggen, oké, lekker, hè, ik ben weer begonnen. Ik wil even snel in het juiste ritme komen. Prima, pak die 6 weken, top. Niks meer aan doen. Daarna ben je gewoon een rijdende trein, kan je verder. Heb je nou meer moeite met dingen, dat je denkt, ja, ik ben niet zo. Ik heb echt wel even elke keer even een schop onder me nodig. En ik heb echt wel even iemand nodig die af en toe naast me staat en zegt, kom, we gaan het zo doen. Of hè, een tegenslag er is dat ik dat eventjes kan delen en dat we even de positieve kanten eruit halen. Als je dat nou hebt, pak dan die 6 maanden. Heb je toch in een redelijk kort termijn resultaat. Maar dan weet je in ieder geval dat er altijd een stok achter de deur zit met iemand die even, ja, met je samen erin staat. Maar het kan ook zo zijn dat je zegt, ja, Timo, ik heb echt wel plannen, maar ook niet heel veel tijd. En ik reken ook wel echt een beetje op jouw coaching. Ja, dan zou ik zeggen, pak dan die 12 maanden. Die 12 maanden geeft je ten eerste voldoende tijd. Ten tweede, een jaar. In een jaar kan je zo ontzettend veel veranderen. Wat soms, ja, in een half jaar gewoon niet lukt. Een halfjaartje is zo voorbij. Maar een jaar, als je zegt, joh, het is nu Pasen. Volgend jaar Pasen zijn we klaar. Ja, hey, dat is mooi. Maar dan kijk je dus echt op een jaar terug. Ja, want als jouw tijd net in de zomervakantie zit en jouw bedrijf ligt toevallig een beetje stil in de zomervakantie, ja, zelden met de feestdagen, snap je? En van de zomer tot januari is vaak ook een hele onrustige periode. Vakantie, feestdagen, kou, snap je? Dus ja, soms is een 12 maanden plan juist heel erg goed. Maar dat ligt weer aan de branche, dat ligt weer aan je werk, dat ligt weer aan hoeveel je zelf wil inzetten. Laat ik er wel bij zeggen, begin je met die 6 weken en merk je dat je meer nodig hebt na 6 weken... kunnen we hem altijd upgraden na 6 maanden. Idem dito voor de 6 maanden. Merk je na de 6 maanden. Nou, Timo, ik vind het ook wel fijn als we nog een keertje 6 maanden eraf vastplakken. Dan maken we er uiteindelijk 12 maanden van. En dat geldt trouwens ook bij die 12 maanden. Als je nou die 12 maanden merkt, ja, Timo, weet je, die dingen, die kan ik heel goed nu zelf. Maar op die 2 dingen wil ik toch eigenlijk nog wel eventjes dat je meeloopt. Dan verlengen we hem toch. Plakken we er nog 6 weken of 6 maanden of een half jaar aan vast. Of voor mij part op maat, dat we dan elkaar zo goed kennen, dat we zeggen, nou, weet je wat, ik denk dat ik nog 8 weken nodig heb, prima. Hier, prijsje voor 8 weken, verlengen we hem 8 weken, win-win voor allebei. Snap je? Coaching, persoonlijke coaching, 1-op-1 coaching. En ik zei het net al, ik heb eigenlijk 3 pakketten, 4 zei ik erbij. En wat ik met 4 bedoel is, dat is eigenlijk een eenmalige sessie, 1-op-1. Dat is een sessie van ongeveer 90 minuten, die vindt 1-op-1 plaats. Die kan je eenmalig kopen, zit helemaal geen verplichting aan vast, betaal je 1 keer en dan is het klaar. Kan handig zijn dat je net even vast zit, dat je denkt, ja Timo, ik heb hier gewoon even je expertise benodigd. Ik ga niet 6 weken met je samenwerken, maar ik heb gewoon 1 keer even je expertise nodig. Prima. Misschien dat je dat wel voor jezelf plant. Hey, 1 keer in de 2 maanden plan ik zo'n sessie en op basis daarvan kan ik weer verder. Hey, dat is ook goed. Dat is gewoon een 1-op-1 sessie op afroep. 1,5 uur en jij bepaalt waar we het over hebben. Hè, zeg je van, nou, Timo, ik wil gewoon echt wel wat meer energie. Ik wil wat meer voor mijn bedrijf doen. Ik wil wat aardiger voor mijn medewerkers zijn. Ik wil wat meer nieuwe klanten aantrekken. En maakt me niet uit waar het over gaat. Dan ga ik je 1-op-1 verder helpen.
En als je dan één keer in de zoveel tijd zo'n sessie wil boeken, omdat je denkt, ja, nou ja, weet je, ik heb dat gewoon af en toe nodig en ik wil niet 6 maanden of 12 maanden vastzitten eraan. Ook goed, doe je dat. Snap je? Zo is er eigenlijk, ja, voor elk verzoek, voor elk wens wat je nu hebt of misschien later hebt, wel een oplossing. Dus ik zou zeggen, kijk er goed naar. Als je erover uit bent, kies een pakket. Klik, bestel en betaal. En dan gaan we samenwerken. En als het goed is, krijg je direct in je overzicht te zien, oké, dit is de eerste sessie, dit gaan we doornemen in de eerste sessie. En in die eerste sessie gaan we bepalen wat we gaan doen, hoe snel we dat gaan doen en wanneer we dat allemaal gaan doen. En het kan ook zijn, hè, dat je zegt, Timo, ik wil graag dat je bij ons in het bedrijf komt, want dan kan je goed zien waar we het allemaal over hebben. Hé, dan stap ik in de auto en dan kom ik naar je toe. En als je zegt, ja Timo, in ons bedrijf is het altijd hectisch, kan ik niet naar jou toe komen. Hé, dan kom je naar onze prachtige locatie hier. En dan kom je hier lekker werken. Snap je? Hier hebben we ook alles. Hier kan je lekker zitten. We hebben de whiteboards hangen. We hebben alles wat je nodig hebt, hebben we hier. Dus dan kom je lekker hierheen. En als je zegt, dat moet met een collega of dat moet met mijn partner, dan neem je die mee. We zitten in het hartje van het land, Soesterberg, aan de snelweg. Je rijdt de afrit af, je gaat 2 keer rechts en je staat bij ons voor de deur. Snap je? Dus dat maakt mij niet uit. En als je het liever online hebt, vind ik niet zo leuk, maar ik begrijp soms dat het gewoon prettiger is of efficiënter is, want het kan reistijd schelen. Dan doen we het lekker online. Geen probleem. Openen we allebei de online tool, kunnen we samenwerken online. Ik heb een tool waarmee je ook gewoon je whiteboard kan delen of waarmee je ook gewoon bestanden en video's tegelijk kunt afspelen. Dus dan kun je gewoon samen dingen doen online. En dan kunnen we bijvoorbeeld, ik vat een nieuw flyertje ontwerpen of een nieuwe verkooptekst ontwikkelen of voor mij maar dat we een sessie koud bellen doen, weet ik veel. Kan ook, kan allemaal online. Snap je? Dus dat maakt niet uit. Coaching, ondernemerscoach, hè, zo noem ik me dan. Een ondernemerscoach is handig als je met je eigen bedrijf je doelen wil behalen en zelf gewoon in je bedrijf wil kunnen blijven werken. Meer is het niet. Nou, ik zou zeggen, bezoek even de website als je er al niet zit. Kijk eventjes naar alle pakketten. Onderaan staan alle 3 de pakketten. Als je daar nou nog vragen over hebt en je denkt, ja Timo, ik weet het niet zo goed, of kan je me eventjes behelpen, stuur dan een mailtje. Stuur een mailtje. Je mag ook een WhatsAppje sturen. Ik heb een vast nummer, daar kun je op WhatsAppen. 033-200-3277. 033-200-3277. Kun je heen WhatsAppen. En dan krijg je natuurlijk een berichtje terug. Kijk maar eventjes. Snap je? Kijk maar eventjes wat je prettig vindt. Maar 1 ding weet ik wel. Als je nou denkt, ja weet je, ik wil gewoon eens een keer verder. Ik wil gewoon eens een keer die dromen waarmaken. Ik wil die doelen eens een keer behalen. Een ondernemerscoach gaat je gewoon verder helpen. Als er vragen zijn, hoor ik ze graag. En bedankt weer voor het kijken.